Nou, in de vorige video hebben we een frame gemaakt. Dus één deel van de zijkant. En ik heb eventjes, zonder te filmen, nog een keer hetzelfde gedaan. Maar dan nog een keer hetzelfde eigenlijk. Ja, dus. dan heb je dus twee zijkanten. Dan dacht ik eerst aan een rechthoekig frame. Dus met een balk van 2,50 over het was. Dan kan je een vierkante overkapping maken. Maar ik heb iets meer ruimte nodig. Want ik had 5 palen. Dus wat ik heb gedaan, ik heb 2 palen, enigszins provisorisch misschien, aan elkaar geschroefd. Die moet alleen nog een beetje verstevigd worden. Dan hebben we namelijk 1 brede lat en dan krijg je een soort trapeziumvormige constructie. En dat is denk ik ook nog steviger, ook nog een keer. Nou, hartstikke mooi meegenomen. Goed, nou, ik had dus 2 palen aan elkaar gemaakt. En ik dacht, weet je wat ik doe? Ik haal ze allebei even, dus maak weer zo'n soort houtverbindingachtige vorm van. Niet helemaal netjes. Het zit nu in een paar schroeven vast. Als je hem zo houdt, is hij stevig. Draai je hem een kwartslag, dan is hij niet stevig. Maar ik wou nog even een extra latje erop maken, zodat hij stevig is. Wij gaan samen verstevigen. Jonas helpt natuurlijk weer even mee vandaag. Nou, een plankje ligt erop. Nou, en dan maken we dat plankje dus vast aan die balk. En dan is hij meteen mooi verstevigd. Ja, ga jij hem even vast erin doen, Jonas? Ja. Oké. Ah, dat deed pijn. Ah. Gelukkig meteen een pleister erop. Ja. Maar moeten we dat schroefje dan misschien niet met een hamer vastmaken? Oh ja. Goed rechtop. Yep. Ja, hamer. Juist. Homaar, heel goed. Kijk. Oh, homaar zei ik, Jonas. Homaar is homaar. Stukje opschuiven. Even daar. Kijk, hè. Dat op daar. Doe een beetje hier zo. Nog een keertje. Rechterop. Rechterop, recht, recht, recht. Ja, goed. Ja. Dankjewel voor het helpen. Ja. High five. Dankjewel. Dankjewel. Yeah. Dankjewel! Mooi hartje! Eet je zo bij? Oh, ik toch? Als je hoort, dan is niet goed. De bouwmaterialen hier in Portugal zijn eigenlijk net zo duur als in Nederland. Ik heb het gevoel zelfs iets duurder, maar dat is altijd moeilijk. Om dat precies te pinpointen. Ik heb natuurlijk niet exact alle prijzen in mijn hoofd. Maar een veel gebruikte bouwmateriaal hier zijn pallets. En die pallets zijn een soort van afvalproduct natuurlijk van transport. Maar ook pallets hier hebben een geldwaarde. Dus je moet ze kopen. En dan heb je volgens wel bouwmateriaal. Je kan ze dus als een pallet zo gebruiken. Dus je kan gewoon met pallets als structuur gebruiken. Dan heb je eigenlijk al een soort muurtje. Maar je kan ook de planken gebruiken door de pallets uit elkaar te halen. Het kost een beetje werk, even met een nijtang en een hamertje. En dan heb je een mooi plankje om mee te werken. Het is een soort recycling of upcycling, net hoe je het noemt. Nou, we hebben zo'n plankje uit de pallet geslagen. Met een lekker stevig hamertje en dan die spijker. Ik kan hem uittikken. Niet krom. Beetje terug, hier zit ook nog eentje. Even kijken, daar. Ik zit hier nog één die ik niet had gedaan. Zo. En dan met een nijptangetje kan je dan vervolgens spijker er verder uithalen. Zo. Nou, die is wat ik omgeslagen. Ja, komt er ook wel uit hoor. Nou, heb ik een mooi plankje om weer verder te bewerken.
Nou, daar staat hij dan. Grappig hoe wiebelig dat was toen we hem met z'n vieren die paal omhoog deden. Maar als je dan nu, ik krijg elke hoek even verstevigd met zo'n latje. Waardoor je ineens veel meer stevigheid krijgt. Zo grappig hoe dat werkt. Er zullen vast mensen zijn die dit zien en zeggen, oh, dat had je anders moeten doen. Ja, vast. Ik denk altijd even na van, oh, hoe zou ik dat doen? En dan ga ik dat gewoon zo doen. En dan later blijkt dat het anders moet. Ja, dan kan het altijd weer anders als het nodig is. Maar voor nu gaat het werken. Ik heb van een speciale schaduwdoek gehaald. Dus dat ga ik er even overheen leggen nog. En dan blijft mijn hoofdje mooi beschermd tegen de felle zon. Hey, top hè? Nou, is klaar. Schaduwdoekje erop. Draaibankje eronder. Enige wat eronder moet is ik. Hey, gek toch? Kijk, ja, het schaduwdoek. Komt er wel licht doorheen. Maar het zonlicht is een stuk minder. Echt heel prettig. En beter dan in de volle zon. Je hebt echt een soort fijne schaduw. Ben benieuwd. We gaan het zien.